Faya Lourens heeft een sneer uitgedeeld naar Yvonne Koldewijer door haar naam expres verkeerd uit te spreken. Ze deed alsof ze niet wist dat het juist koningin Yvonne heet. Eh, uh, Yvonne Kolenwijer. Yvonne Koldewijer staat bekend om haar betrouwbare juice. Ze had onlangs een bericht geplaatst over Faya Lourens en Ruud de Wild. Volgens haar waren ze erg aanhankelijk met elkaar in het W-hotel in Amsterdam. Ze waren flirty met elkaar. Faya was gisteren te zien bij RTL Boulevard, omdat ze nu ook aan ijsbaden doet. Dat is niet echt origineel, maar voor de showrubriek genoeg reden om Fatima Moreira de Melo naar haar toe te sturen. Natuurlijk vroeg ze ook naar de dues van Yvonne: Wat heb je daarover te zeggen, Faya Noerens? Faya antwoordde: Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik had graag een spannend verhaal voor je gehad, maar ik had hem gevraagd om mee te doen aan het ijsbad, maar hij bedankte vriendelijk. Ik zei: Oh, zal ik je dan een boek geven, en dat heb ik gedaan. En daarna? Faya, daarna hebben we een drankje gedronken en omdat Yvonne Kolenweijer, ze zegt de naam zonder D, redactie, een heel leger aan spionnen heeft. Fatima viel haar meteen in de reden dat Faya de naam van Yvonne verkeerd zei. Volgens mij heet ze anders, maar Yvonne. Maar niet gezoend en zo? Faya, nee. Nee. Faya kon haar lach niet onderdrukken. Oh, maar je lacht wel. Faya, hahaha. Ha ha ha. Fatima, Faya. Je bent niet zo goed in liegen. Faya, nou, ik kom best goed pokeren. Fatima dacht dat Faya zichzelf verraadde. Je gaat altijd lachen, dat is jouw manier. Faya zweeg daarop. Fatima, nou, oké, okay, we zien het wel. Rob Goosen zijn na afloop aan de desk, lof is in de air.